Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Paramaribo, want daar zit DNA-lid namens de Nationale Democratische Partij, Serenang NDP, Ebu Jones. Ebu Jones, ben je daar, Ebu? Ja, ik ben er. Ebu, ik heb jou gehoord in de media. Je bent aangevallen, mishandeld. Wie doet dat dan parlementariër aan? Laat me alvast de luisteraar groeten en aangeven. Het antwoord op je vraag, kort en bondig, idioten. Idioten agenten die niet weten hoe het hoort en die hun taken niet kennen. Die niet weten wat ze als politieagent moeten doen en hoe ze met de mens moet omgaan. Ja, want onze politie hier, Ebu Jones, is iedereen met woorden bestrijden, man. Als je iets zegt, dan moet ik iets zoeken om jou terug te bestrijden met woorden, maar geweld, fysiek... Ongekend, man. You never do that. Dat doe je gewoon niet. En om te denken dat kort daarvoor ik juist bezig was... in natuurlijk na overleg met de politie... in dit specifieke geval, inspecteur Tolito... waar we juist bezig te kijken hoe ik vanuit mijn verantwoordelijkheid als DNA-lid... de menigte een beetje zou kunnen kalmeren. En dat heb ik ook geprobeerd te doen. Maar je moet je voorstellen, die samenleving was totaal verhit. Dus ik had niet echt een grip daarop. Dus toen ben ik teruggegaan en ik stond juist samen met die agenten en die militairen. En op een gegeven moment toen de menigte wegtrok, liep ik toen naar mijn auto. En een agent die voor mij liep zei op een zeer agressieve manier, loop snel met puntjes, puntjes. Nou, Jana Europa Radio, loop snel met Sanna Bitawiri, loop snel met Tawiri, dat is in Takria. MPP. Pampu, Sanna MPP, Militaire Politie Paramaribo. Of je bedoelt, loop snel met Mapampang. Loop snel met Mapampang. Oh, oké. En ik kijk hem aan en ik zeg, moet dat echt zo? Ik ga al naar mijn auto, moet dat echt zo? En voor dat idee werd ik aan mijn hand en aan mijn kraag getrokken. En gelooft u me, op dat moment heb ik duidelijk laten merken dat ik niet gediend ben van een dergelijke handeling. Waar is dat gebeurd, en, Jones? Sorry, voordat je verder gaat. Wanneer en waar is dat gebeurd? En waar en wanneer? Dat is 17, de dag van het protest zelf. En ik stond met de agenten tussen het kabinet van de president en het gebouw van DNA, terrein van de DNA. Daar heb je... Een stuk open terrein waar, als je Paramaribo zo'n beetje kent, heb je daar I Love You. En precies daarvoor stonden we. Dus, en ik liep toen naar mijn auto. En ik liep op het trottoir. En daar is het dan gebeurd. Maar waarom ben jij mishandeld door de politie? Ik weet het niet. Joods alleen weet, tot de dag van vandaag kan ik me op geen enkel manier voorstellen dat dit is gebeurd. Wist men niet wie jij was ofzo? Tuurlijk wel, tuurlijk wist men dat. Want kort daarvoor, zoals ik zei, was ik met ze in gesprek. We hebben gesproken en ze hebben me gevraagd om vanuit mijn verantwoordelijkheid te kijken wat ik kan doen. Om in menigte een beetje te bedaren. En dat heb ik ook geprobeerd te doen. Dus men wist precies om wie het gaat. En ik was op dat moment de enige parlementariër daar. Dus ik kan me niet voorstellen dat men aangeeft of dat het idee zou kunnen ontstaan dat men niet wist wie ik was. Hoe is het gekomen? Want let wel. Zou men hen weten? Stel eens dat men niet wist wie ik was. Zou men me zeker hebben meegenomen, toch? Nou. De manier van optreden van die gasten hadden ze me toch mee moeten nemen. Ik zou je denken, ja. Ik heb me niet meegenomen omdat ik niets heb gedaan. Mm-hmm. En men wist precies. Want uiteindelijk werd ze ook gezegd door een andere meneer nadat een ander agent voor de tweede keer probeerde te slaan met zo'n lange gummistok. Als je naar dat beeld kijkt, heeft een van de mannen die daar waren duidelijk gezegd van, je weet toch precies wie het is, niet slaan, niet slaan. Ondanks dat mijn bari niet slaan, toch neem maar kotigo. Nee,
Vreselijk, no? Waar hebben ze jou geslagen? Wat hebben ze gedaan dan? Hoe gaat die zo'n mishandeling in zo'n werk? Ik heb in ieder geval klappen moeten incasseren in mijn gezicht, in mijn oog. Ik ben gisteren naar de oogarts geweest. Blijkt dat ik een netvliesontsteking heb gehad als gevolg van een klap of een slag. En ik ben nog aan het zoeken. Ik denk, je gaat die man toch niet zomaar slaan. Dat doet nergens, zelfs de politie in Zimbabwe maar, niet. Maar ik ga ervan uit dat u de ontwikkelingen in Suriname zo'n beetje volgt. Ja, en u ziet dat deze regering min of meer in tegenspraak deelt. Zodra je opkomt voor je democratisch recht, zodra je niet eens bent met de manier hoe die regering het land regeert, Dan wordt er wel met je afgerekend. Hey, Jones, dan zijn ze super dom hoor. Dan, ik bedoel, jij wordt betaald om een ander geluid te laten horen. Niet het geluid van Santokie, want die kennen we al. Je staat daarom voor een ander geluid. Alternatief. Precies. Precies, maar niet alleen ik, hè. Ook andere ja, maar ik bedoel, ja. En andere mensen. Ik hoor het even bij de parlementariërs, weet je. Want dat is anders. Nee, ik word niet betaald om een andere taal te spreken. Ik word ander geluid. Om het belang van het, nee, om het belang van het volk te dienen. Mm-hmm. En wanneer het belang niet in lijn is met de handelingen van die overheid, dan is het die overheid die daar een probleem mee moet hebben, niet ik. En dat is niet jouw taak dan om een onmenswaardige manier om te gaan met iemand die een kritische nood laat horen. En wat betekent deze mishandeling voor jou? Wat doet het met jou psychisch? Oh, psychisch? Integendeel maakt het me veel sterker hoor. Oh, psychisch dus? Dat ik gewoon aan, okay. Dat ik gewoon door moet gaan met datgene waarmee ik bezig ben. Maar en fysiek? De rechtsstaat Suriname. Nee, fysiek dan? Fysiek, wat voel je dan? Fysiek, I'm gonna get better. Ik bedoel... Je bent naar de dokter geweest? Ja, ik heb aangegeven dat ik naar de oogarts ben geweest. Aha, oogarts, en waar nog mee? Ja, en wat is de diagnose tot tweede? Netvliesontsteking. Okay. Als gevolg van een klap. Ja. Maar dan ben je uitgeschakeld een paar dagen? Wie? Nee, als je me kent. Ik bijt door alles heen en ik ga mijn werk doen. Want gisteren was ik in DNA en ik heb mijn bijdrage geleverd bij de begrotingsbehandeling. En ik heb mijn toespraak gehouden. Dus ik laat me niet afschrikken. Dus met geplachte ook nog? De oogarts heeft juist ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus mijn ogen staan of was het misschien niet eens zo erg dat je naar dat je nu mee koketteert, hè? Misschien want je klapt en nu zeg je van je moet naar de oogarts. Ik denk niet dat ik heb je aangegeven wat het is. En als jij ook iets anders aan wil kappen... Nee, ik kijk alle kanten. Ik laat alles open, toch? Want zo praten wij. Jij bent vrij om te praten. Nee, maar je kan niet alles open laten. Ik zeg je wat de arts gezegd heeft. Mm-hmm. Daarvan heb ik een duidelijke diagnose vanuit een deskundige. Dus ja, oké. Okay. Nee, ik ga niet tegen die artsen. Ik ben geen arts. Precies. En hoe hebben jouw mensen gereageerd aan jouw partij en mensen achter jou? Er zijn duidelijke statements geweest, er zijn duidelijke afkeurende berichten geweest, de reacties op social media zijn duidelijk, waarbij mensen duidelijk hebben aangegeven dat dit gewoon niet kan. Mijn partij en mijn fractie hebben afzonderlijk verklaringen afgelegd. We hebben de voorzitter van de Nationale Assemblée formeel geschreven en gevraagd dat de overheid een onderzoek instelt. En ik heb zelf aangifte gedaan. Dus het is nu afwachten en kijken wat het onderzoek zegt. Ja, en wat verwacht je van dit onderzoek? Als we zeggen dat we in een rechtsstaat leven, dan verwacht ik dat er een objectief onderzoek komt. En dan laten we rustig de resultaten afwachten. En jij kent die agent persoonlijk? Of jij zal die agent gekend hebben? Van, nee, ik ken die agenten niet persoonlijk. Hoor. Gaat het om agenten of om één agent? Het gaat om agenten, het gaat om zeker drie agenten. Dus die zien Ebo Jones lopen en zeggen van dit is Ebo Jones,
we gaan die man een pak slaag geven. Ik weet niet, dat zal je ze moeten vragen. Boy, dat kan ik mij bijna niet voorstellen, man. Je bent parlementariër, jij vecht alleen met woorden. Precies, dan moet jij, en daarom zeg ik je. Want ik ga je altijd bestrijden met woorden, hè? Dat weet je toch? Dat hebben we afgesproken in de democratie. Nogmaals, ik heb u gezegd, als u kijkt hoe dit land wordt geregeerd nu op dit ogenblik, waarbij ongeacht wie je bent, als je kritisch bent naar die regering toe, dat je wordt onderdrukt. Zeg nou, je wordt opgepakt, de gevangenis ingegooid en om na 3 dagen weer naar huis gestuurd te worden zonder enige vervolging. Dat zijn een soort van angstcultuur vanuit de directe leiding van het land. Dus het zal mij niet verbazen dat dit ook een scenario is om mijn mond dood te maken vanuit de kritische noten die ik laat blijken. Dus, maar nogmaals, het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Dus waarom ze dat hebben gedaan? Maar Jones, dat kunnen wij toch niet accepteren, dat mensen opgepakt worden omdat zij een andere mening hebben? Ze doen toch niemand kwaad, ze vallen toch niemand aan. Een mening mag je toch hebben in een democratie, dat wordt toch afgesproken? Precies, maar waarom denk je dat die samenleving duidelijk heeft laten blijken dat ze het niet meer accepteren? Ik dacht eerder om die prijs in de winkels en het beleid, maar niet om... Maar dit, ik ben aan je zijde, want ik ben van het vrije woord, man. Ja, de prijzen in de winkels zijn prima, zijn hoog, en de mensen kunnen er niet aan. En de mensen willen hun frustratie uiten. En ze kunnen dat niet, want dan worden ze onder druk. Dan krijg je uitspattingen, ja. Wat was jouw aandeel in de demonstratie van 17 februari? Ik had geen enkel aandeel daarin. Ik ben een volksvertegenwoordiger. En wanneer het volk naar het huis van de democratie komt, dan dien jij als volksvertegenwoordiger aanwezig te zijn. Dit is een normaal moment, zei ik het toch. Je dient aanwezig te zijn om ervoor te zorgen dat je de noden van die samenleving aanhoort om het vervolgens te brengen naar die regering. Want als volksvertegenwoordiger ben jij een bruggenbouwer. Ben jij die link tussen die samenleving en die regering. Je bent die bruggenbouwer. De enige manier hoe je dat zou kunnen doen is om de mensen hun noden daadwerkelijk aan te horen, hun gevoelens te voelen. En het te delen met die overheid, zodat de overheid een andere manier van regeren aanneemt. Want de manier hoe ze het nu doen, de samenleving is niet happy mee. Oké, en niemand is happy, zoals ik de beelden zie en hoor. Dus weet u, ieder die wil praten over wat er daar gebeurd is, moest erbij zijn. Wanneer je erbij bent geweest, meneer Pinas, gaat u kunnen voelen die pijn en de verbitterheid onder die samenleving op dat moment richting het beleid. En dat had je alleen kunnen meemaken als je aanwezig was. En wanneer je het hebt gevoeld en het gevoel dat je niet gehoord wordt, En we weten het, Martin Luther King heeft het ooit eens gezegd. Riot is the language of the unheard. Wanneer je niet gehoord wordt, ongeacht de verschillende acties die er zijn geweest en die regering gewoon voorbij gaat aan noodkreet van die samenleving, dan gaat er bitterheid, haat en wrok ontstaan. En ik denk dat je niet oneens met me kan zijn, en ik weet dat je social media en noem maar op volgt, gaat u merken dat wij een vader des vadersland hebben die gehaat wordt door die samenleving. Althans, dat is de indruk die je krijgt wanneer je social media tot je neemt. Dus je bedoelt, ik ben van korte lijnen en klare taal, Rotterdam. Santoki wordt gehaat door de samenleving. Dat is wat je zegt, precies. Toch? Precies. Het beleid... Maar dat is toch inherent aan het treffen en nemen van impopulaire maatregelen. Niemand gaat jou lief vinden als jij impopulaire maatregelen neemt in plaats van populistische handelingen plegen. Maar als leider dien je te communiceren met die samenleving en die samenleving duidelijk te maken wat er gaande is en wat de vooruitzichten zijn. Maar je kan dat niet aan de ene kant, je kwinst aan samenleving aan de ene kant en aan de andere kant weet je wat er gebeurt. Leef jij wel een, laat me het goed zeggen,
een glorieleven, om het maar zo te zeggen. Je leidt een leven van een luxe leven, terwijl die samenleving een armoedig bestaan heeft. Dat kan niet. Hoe wil je dat ik meega met jouw impopulaire maatregelen? Als je niet bij je bent, maar je verwacht vanmiddag met je niet bent. Als jij leeft als een lord en ik als een zwerver, zeg je me. Hoe ga jij toch als samenleving meegaan met een bepaalde ontwikkelingsvisie als er geen vooruitzichten zijn? Als er geen vertrouwen is in wat die regering zegt. Als het woord van de regering niet, als de regering zich niet kan houden aan hun woord. Kan je nog heugen dat deze president toen als oppositieleider huis aan huis ging. Huis aan huis ging en mensen een hoopvolle toekomst had beloofd. Mensen had beloofd dat ongeacht wat je doet, IMF gaat niet hun benen hier aan land zetten. Dezezelfde president toen als oppositieleider heeft die samenleving beloofd een hoopvolle toekomst. Heeft die samenleving beloofd dat ongeacht wat er gebeurt, die samenleving gaat niet inleveren. Hun salarissen zouden waardevast worden. Zegt u mij welke van deze zaken gerealiseerd is geworden. U moet mij dat zeggen. En dan, wanneer die samenleving dan jou dat daarop wijst, dan onderdruk je die samenleving door middel van machtsvertoon. Zegt u mij als we nu in een democratie leven. En u zal zeker eens met ons zijn dat dat niet het geval is. Dat voel je niet. Je voelt niet dat je in een democratie leeft. Ik zie de president vaak in de Nationale Assemblee komen en ik hoor je vaak interruptie plegen en jouw bijdrage leveren. Dus ik denk van, dat is democratie totdat ik gehoord heb dat jij mishandeld bent. Maar dat is omdat ik in DNA beschermd ben. Ja, maar dat is de bedoeling, dat jij daar alles mag zeggen. Precies, maar ik ben niet in DNA op gegeven ogenblik. En ik vraag een politieagent rekenschap met betrekking tot de manier hoe hij onbeschopt praat. En ik word van alle kanten afgetakeld. Zo. Omdat ik daar geen bescherming geniet. Terwijl ik juist bescherming zou moeten genieten van de politie. Overal. Die daar waren. Overal moet je bescherming genieten. Dus we kunnen heen en weer gaan. Zolang je niet vuurwapengevaarlijk bent, hè? Dus daarmee bescherm je. Precies. En weet je wat ook belangrijk is? Toch? Rechtvaardigheid. En wat is rechtvaardigheid vanuit die samenleving? Het gevoel van die samenleving. Rechtvaardig is dat jij als jonge Surinamer. Je studeert, je betaalt, je studeert, alles je doet, je studeert. Mm-hmm. En wanneer je je bul hebt gehad, kan je geen werk geven omdat je niet op de president lijkt of op de vicepresident lijkt. Weet je wat niet rechtvaardig is? Wanneer je ziet dat je een bul hebt, een master, een bachelor, een master, en je kan niet in een bepaalde functie komen, maar een loyalist die niet eens een bepaalde opleiding heeft, wel de hoogste functie inneemt. Weet je wat rechtvaardig is? Mm-hmm. Wanneer je ongeacht je huidskleur, ongeacht je geloof, ongeacht je afkomst, je gelijke kansen krijgt. Ongeacht je van Nigeria komt, ongeacht je vanuit het binnenland komt, je dezelfde kansen hebt. Dat is rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is als ik hier in Paramaribo of in Nigeria normaal op school kan gaan, een school kan bezoeken, mijn kinderen kan sturen, de mensen in het binnenland ook dat moet kunnen doen. Weet je wat rechtvaardigheid is? Wanneer ik hier in Paramaribo voor een zak rijst 400 SRD of 500 SRD betaalt, moet ik dat hetzelfde bedrag betalen in het binnenland. Maar in het binnenland moet het niet tot slim 1500 SRD zijn. Dat is rechtvaardigheid. En wie zou daarvoor moeten zorgen? En ik kijk niet naar welke die regering van Suriname moet daarvoor zorgen. De grondwet is duidelijk wat dat betreft. En wanneer wij als assembleeleden niet in staat zijn om een eenheid te vormen, om dat af te dwingen van die regering, omdat in de DNA er een scheiding is tussen coalitie en oppositie, waarbij de coalitie maar de regering de mond napraat en alles wat de regering zegt maar goedkeurt, zonder rekening te houden met de gevoelens van de minderheid.
dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem en dan zijn we ver weg van de realiteit. Wat er nodig is om dit land op te bouwen. En wanneer we dat niet kunnen inzien, then we are not ready yet. Dan moeten we nog doorstrijden. Het kan toch niet zo zijn dat je moet strijden voor een pakje brood. Een pakje brood kost nu, als je geen 50, 40 of 50 SRD hebt, heb je nog geen pakje brood. 12 SRD, een ei. 12 SRD, een ei. Is dat normaal? Klinkt fel, ja. Nee, ik kan... Ja. Ik kan het me misschien permitteren. Ik kan een redelijk bestaan hebben. Maar hoe zit het met de rest? Hoe zit het met grote delen van dit land? En wie moet voor ze opkomen? Moet ik gewoon zeggen van, hey, meneer Spang? Nee, ze hebben op mij gestemd. Ze hebben mij daar gezet om hun belangen te behartigen. En ik ga tot het uiterste vanuit mijn vermogen dat doen. En wie probeert mijn mond dood te maken, om welke reden dan ook? Try your luck. Try your luck. Ja. Maar u moet hier, en hiermee is het geen natrap naar u of andere mensen in de diaspora. Nee, moet je vooral doen, man. Dat is het niet. Maar wat ik wil zeggen is, ik weet dat ook jullie zijn niet hier in dit land om te voelen wat men voelt. En desondanks, zeker dat we zijn, want je ciao. Nee, Jones, dat is niet eens zo. Ik denk, als het slechter gaat in Suriname, dan praat ik voor mezelf, dan voel ik het meer dan de meeste Surinamers. Want ik heet Pinas, dus ik heb een grote familie. En die zijn niet de rijk, hoor. Die zijn niet rijk. Dus mijn poor alasma. Precies. Dus alasma, je verwacht van niet. Jij bent de grote Frans Pinas. Zijn wali bijgemino. Heb ik. Precies. Oké. Okay. En precies wat je zegt, de familie is groot. En je wil aan ieder helpen, maar je kan niet. Nee. Ook al wil je. Isabi. En het is hetzelfde wanneer ik naar Nikeri ga. Mensen komen naar je toe met hun noden. En dat is wat maakt dat je hart bloedt. Omdat je het wel wil, maar je het niet kan. En je probeert te doen tot zover je kan, maar je niet kan. Het lukt gewoon niet. Dus die overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen. En wanneer die overheid dat niet wil doen, dan is het niet raar dat die samenleving opkomt. En nogmaals, wat er vrijdag is gebeurd met betrekking tot die plunderingen en de vernielingen en de mishandelingen en dergelijke, waar ik ook mishandeld ben geworden, I am ready to look over that. Laten we daar voorbij kijken. En kijken naar de boodschap wat die samenleving heeft afgegeven. En ieder zit te praten over de plundering. Prima, het moest niet zijn gebeurd en we kunnen het allemaal af. Maar wie praat over de boodschap? En wanneer je de president daarna hoort, hoor je hem niet praten over oplossingen, hoor je hem praten over dreigementen. Maar Ebu, Jones, ik hoor je ook niet duidelijk afstand nemen van de plunderingen en die vernielingen. Zelfs jouw werkkamer is bijna vernietigd, nee, assemblée, want daar zit jij, hoor. Hè? Nee, maar daar heeft u die berichten van mij, alle interviews die ik heb afgelegd, heb ik gezegd, dit kan niet. Okay. We moeten het afkeuren. Mijn partij, zowel de fractie, zowel de partij, we hebben het allemaal afgekeurd. Nee, misschien heb ik je nog, misschien had ik je toen nog niet gehoord in de diaspora. Vandaar dan. Dat kan. Maar niemand kan dit goedkeuren. Want wat, weet je hebt ook een beweging die zegt van NDP staat erachter en NDP keurt dit goed en NDP... En weet je waarom men dat zegt? In een scenario die zegt, Tjaburia komt voor rommel, voor plunder, voor vervoer. Ja. Weet je waarom men dat zegt? Vertel weet je waarom mij. Men dat zegt? Jumtijmen. Omdat men niet mans genoeg is om hun falend beleid te corrigeren. Geef toe dat je het niet aan kan. En schuif de jouw falen niet in de schoenen van iemand anders. Bovendien, als het de NDP is die hierachter zou staan, waarom elke keer als er iets verkeerd gaat in dit land, is het de NDP die erachter gaat. Maar heb je ooit gehoord dat de NDP wordt gearresteerd of iemand van de NDP wordt gearresteerd of whatever? Nee, toch? Maar als de NDP, de brein is hierachter, waarom arresteer je niet de mensen binnen de NDP? Het is toch flauwekul? Het is toch steeds weer een afleiding zoeken voor jouw falend beleid?
Okay. Laten we wanneer we dingen horen, moeten we ook een beetje kritisch zijn. En gewoon niet omdat mensen zeggen, want eeuwig wordt er gezegd, we weten vanuit welke hoek het komt. Ja, dat meen je, we weten uit welke hoek het komt. Dus ik denk, waarom doe je niet? Uit hoofdes daarvan hebben ze, Ebu Jones alvast een paar klappen verkocht, omdat hij weet van dit scenario. Waarom, als je weet uit welke hoek het komt, waarom noem je niet uit welke hoek het komt? Waarom noem je het niet? Noem het dan. Je bent toch die overheid? Je kan toch geen dingen gooien in die samenleving zonder onderbouwd te hebben en whatever. Maar dat is wat er continu wat er gebeurt. En weet je, ik vind het jammer dat er alleen maar napraters zijn. En we moeten stoppen om napraters te zijn. We moeten in staat zijn als iets gezegd wordt te taxeren op basis van een waarde. Welke waarde moet ik hechten aan datgene wat er gezegd wordt? Weet u, gisteren in de Nationale Assemblee heb ik aangegeven. Ik heb aan de veiligheidstroepen ode uitgebracht. Weet u waarom? Omdat de militaire politie stand hebben gehouden op een nette manier. De politie, een paar van ze zijn echt uit de maat geweest. Maar de militairen hebben correct gehandeld. Netjes. Stevig de hoor aan rechtsstaat overeind. Maar weet je aan wie ik ook al ode heb gebracht? Aan de protesterende, daar praat ik niet over de mensen die kwade bedoelingen hadden en geplunderd hebben en dergelijke, maar ik praat over de mensen die hebben aangegeven, uiteindelijk, wij accepteren niet meer dat geen enkele regering, zij het nou de NDP-regering, zij het nou de PAP-regering, de NPS-regering, geen enkel politici, zal het nu na 17 het in hun hoofd halen om tijdens de verkiezingscampagne een heleboel te beloven en wanneer ze uiteindelijk aan de macht zijn gekomen, dat ze het volk vergeten. En dat ze vergeten waarvoor ze daar zijn, want dit is Makti. En dat is een groei binnen de democratie. Waarbij het volk nu zegt, Inoua Arki, die volkste vertegenwoordiger, maar jij zit daar, om te beginnen bij jou en jouw fractie en iedereen die daar zit, al die 51 vrienden van jou in het Hoogste College van Staat. Wat gaan jullie doen om snel een ombuiging hierin te brengen? Want ik kan het niet hebben, want straks word ik ook opgepakt als ik iets zeg tegen een minister of een president in Suriname. Ik ben van het vrije woord. Precies, dus weet je wat ik heb gedaan? Ja. Weet je mijn eerste stap wat ik heb gedaan? Wat ik heb gedaan een paar maanden terug? Ik heb een initiatiefwet ingediend waarbij de muilkorfwetten uit onze wetboek van strafrecht wordt geschrapt. En weet je, tot de dag van vandaag is het niet in behandeling genomen. Tot de dag van vandaag, omdat de coalitie niet mee wil werken. Omdat de coalitie, de voorzitter van de vaste commissie, althans de voorzitter van de commissie van rapporteurs bij deze initiatiefwet, nog geen dag een vergadering bijeengeroepen heeft. Dat is wat er gebeurt. Want wanneer die muilkorfwetten uit je wetboek van strafrecht wordt geschrapt, dan heeft die regering geen enkel poot om mensen te onderdrukken. Omdat die muilkorfwetten afstammen van de tijd toen we nog een kolonie waren. Ja, ja. Het past niet binnen deze tijd. Maar wat is die muilkorfwet? Iedereen praat over, hoe worden mensen gemuilkorfd dan? Hoe ziet zo'n wet eruit? Precies, een van de wetten zegt bijvoorbeeld, als je de president, als je de staatshoofd beledigt of whatever, dat je gevangenisstraf van huppelepup krijgt. Amana Gaduno? Precies. Nee, je moet me niet te serieus nemen. Ik vraag me af, als je het zo verklaart, dan is dat mij... Automatisch antwoord. Maar dat is dat gevoel wat men ook krijgt. En weet je wat het mooie daarvan is? Het is de president die bepaalt als hij beledigd is. Dus als ik hem zeg dat hij een frutbeleid voert, en als hij dat als belediging ervaart, dan ben ik zit in de bak. Oké. Okay. Ik bedoel, is toch je gekheid? Nee, man. Ik heb je overal gehoord. Dat moeten wij niet accepteren. En je hoeft niet... Mm-hmm. En ik zeg het zo hoor, ik bedoel het niet zo, maar ik zeg het gewoon zo. U hoeft ook niet van mij te houden. U hoeft ook niet van
mijn partij te houden. Maar dan mag je dan bestrijken jou en jouw partij met woorden. Dat hebben we afgesproken in de democratie, toch? Precies. Oké, dus niet afloop je maar jongens daar altijd maar feitje naar haar woord. Mag toch? Precies, maar houd tenminste van de democratie. Houd tenminste van Suriname. En wanneer je daarvan houdt, ga je wel de wetten die van belang zijn om die dingen in stand te houden, ga je aan meewerken. Oké. Okay. Het is jouw verhaal is duidelijk, Jones. Ik spreek je volgende week weer. Ik ga dit interview hier aan mijn mensen laten horen. En die gaan er allemaal op reageren. En dan spreek ik je volgende week weer. Dankjewel voor je tijd en toelichting. Ebo Jones. Graag gedaan. DNA-lid namens de NDP in Suriname. Blijf scherp. Blijf scherp. Standvaste Diaspora Radio. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.